De minister van Financiën en Planning heeft overeenstemming bereikt met de Paris Club, waar Suriname een schuld heeft van ruim 100 miljoen Amerikaanse dollar. Minister Achai Bashing is met een delegatie in Parijs om te onderhandelen over onze schulden. De herschikking van de schulden is met Nederland, Italië, Frankrijk, Zweden en Israël. President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat ons land in de komende 3 jaar 34 miljoen Amerikaanse dollar minder zal betalen aan rente en aflossing. Maar dat betekent ook dat dit geld vrijkomt om die samenleving te beschermen. Dat dit geld vrijkomt om ontwikkeling te brengen. Dat dit geld vrijkomt om projecten uit te voeren. Dat dit geld vrijkomt om die armoede aan te pakken, meneer voorzitter. En verder om die economie te versterken, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, de overeenkomst met de Paris Club is de eerste grote stap in het proces van de internationale schuldherschikking. En zoals u weet zijn nog andere bilaterale schuldeisers, namelijk China en India. En ik ben hoopvol gestemd dat samen wij met ons regeerteam ook met deze twee landen tot goede besprekingen kunnen komen en een vergelijkbare deal kunnen sluiten, net zoals de Paris Club. Volgens de president krijgen internationale organisaties weer vertrouwen in Suriname en zouden er onderhandelingen worden gevoerd met de Oppenheimer bondholders. Een andere groep van schuldeisers, en dat is de groep die we meer kennen als de Oppenheimer bondholders groep, die niet zit in die club van Paris. En ook daar lopen de onderhandelingen goed, meneer de voorzitter. En we hopen deze op zeer korte termijn af te wikkelen. Meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter. En als slot voor wat betreft dit onderdeel. Ik denk dat het duidelijk is, meneer de voorzitter, dat een oplossing voor het schuldenvraagstuk cruciaal is voor herstel en de groei van ons land. Santokhi vertelde dat de herschikking van de schulden belangrijk is omdat het land niet in staat is om alle schuldverplichtingen te voldoen. De Surinaamse schuldenlast is bijzonder hoog. Als wij alles zouden moeten betalen, zou er geen geld overblijven om de reguliere uitgaven te bekostigen. We zouden dan geen salarissen en subsidies kunnen betalen. Daarom zoeken wij steeds oplossingen om onze schulden te herschikken, aldus president Santokhi.